op, Skylander. Sharpie heeft het schip al klaarstaan. Klaar om die Skyrovers uit te schakelen. Hartstikke spannend! Een echte treinoverval! Ik zou een week voorraad enchiladas geven om met je mee te gaan, Skylander maatje! Maar aangezien we niet zeker weten in welke wagon Max zit en ik geen enchiladasaus meer heb, moet je er maar naartoe om elke wagon apart te checken. Ondertussen houden wij een oogje in het zeil vanaf Sharpfin's schip. En pikken we Max op als jij haar hebt bevrijd. Skylanders van het element vuur zijn hier sterker. Thank you.
tunnel in. We zien je wel weer aan de andere kant. Maak gebruik van de duisternis om die geheime piraten op hun donder te geven, Skylander. Niveau omhoog. Help!
moeten onder die trein komen, Sharpfin. Ik kan de uitlaat van de motor wel omleiden. Hou vol, Skylander, maatje. We zijn ermee bezig. Kelly dan. Blijf opletten, Skylander. Dat luchtschip gaat je weer aanvallen. Daar komt hij dan. Ik begin je nu wel een beetje irritant te vinden, Skylander. Haal ze van mijn trein af. Ik ga jullie trein halen als ze ontsnappen. Iedereen.
Dit bevalt me helemaal niet. Hinderlaag! Kijk uit, Skylander! Go omhoog! Ze worden wanhopig! Merx is vast dichtbij! Ik ben de kapitein van deze trein, Skylander. En ik hou niet van ongenode gasten. Gooi ze overboord! Voorzichtig, Skylander! Ze hebben een hinderlaag voor je in petto. Geef ze er van langs, Skylander! Skylander, de westuitgang vind je boven.
We gaan naar de academie! Veilig, Skylander. We gaan terug naar de academie. Dan nemen we het daarna op tegen die vervelende Sky Eater. De lichtkern is vernietigd. De Sky Losers zijn allemaal verslagen. Dit zou de mooiste dag van mijn leven moeten zijn. Wat mankeert mij? Pardon, meneer. Mag ik even? Ah! Nou, u staat duidelijk op een emotionele kruising. Clamshanks? Wat doe jij nou hier? Ik had je toch ontslagen, hè? Oh, ik ben niet echt hier. Ik ben slechts een product van uw verbeelding. Oh ja, joh? Nou, dat betekent dus dat ik tegen mezelf praat. Daar lijkt het wel op. Gelukkig bent u een genie. Inderdaad. Oké, dit staat me wel aan. Ga door, ingebeelde Clamshanks. Dank u. Ziet u, het is uw lot om te heersen over Skylands. Ja, ja! En dan verpletter ik het onder het aanzienlijke gewicht van mijn supergeweldigheid. Juist, maar om te heersen over het universum moet u eerst Skylands vernietigen. En daarmee ook uw lotsbestemming. En dat is geen goed idee? Zegt u het maar. Ik besta niet eens. Luchtconsumptie staat op 98%. Kataklysmische megabreukreactor laat op. Goed, mijn werk zit er weer op. Wacht, ingebeelde Clamshanks! Wat moet ik doen? Ah, geen paniek, heer Chaos. U komt er wel uit, denk ik. Oh. Ik kan je nog zien. Weet ik. Dankzij Mag is het werk aan de duistere breukmotor voltooid. Het is tijd om de duisternis terug te sturen naar het sombere gat waar die uitgekropen is. Helaas wordt de duisternis nog steeds beschermd door het betoverde panzer van die Sky Eater. Dus de enige manier om de klus te klaren is in de buik van het beest te komen. Clamshanks zorgt ervoor dat we in de controlekamer van de Sky Eater komen. De rest moet jij doen. Dit is onze laatste hoop, soldaat. Ga erop af en zorg dat deze oude ninja trots op je is.